Ik heb 5 dagen lang tijdens deze high five mee zitten schrijven, vanaf het begin tot het eind. Dus er is nu ook al een goed leesbaar document wat op de URL staat die je hier ziet, die github.io-URL. En ik heb 12 lessons learned volgens mij genoteerd. Ik denk dat ik een iets nieuwere slide nog had, maar dat maakt verder niet uit. Je kan het in dat document lezen. En de samenvatting volgens mij is als volgt. Ten eerste over het aspect linken. We hebben in deze 5 dagen heel veel data gebruikt. Heel veel van die data was al beschikbaar als linked data. We hebben niet zo heel veel zelf omgezet. Dus dat is goed, maar het zijn een soort van linked data silootjes vaak nog, omdat de links tussen de data-objecten uit verschillende datasets er vaak nog niet is. Er zijn een paar uitzonderingen waar het al wel geregeld is, maar meestal nog niet. Terwijl als je de data in samenhang wilt gebruiken, dan moeten die links er echt zijn, dus die moeten er komen. Nou is het zo dat het helemaal niet zo moeilijk is om zo'n linkset, zoals wij dat noemen, een koppeltabel zeg maar, om dat te maken. De eerste was er al volgens mij op de eerste dag nog voor de lunch. Die was alweer klaar. Dus dat klinkt dan heel leuk, maar ja, die links moeten beheerd worden. En dat ontbreekt er nog aan. Het is dus eigenlijk vooral van een partij, een organisatie moet zich verantwoordelijk voelen voor die links. En de kwaliteit daarvan en het beheer van die links, want die data verandert. Dus die links die moeten dan ook mee veranderen. En nou, dat moet gewoon geregeld worden. Dat moet in werkproces terechtkomen. Dus daar is geld voor nodig. Dus daar zijn opdrachten voor nodig enzovoort. Dat hele verhaal van governance op het snijvlak, wat we eigenlijk in de vorige demonstrator ook al naar voren zagen komen. Dat zien we nu nog steeds. Daarnaast ben ik zelf heel positief over wat we allemaal gedaan hebben. We zijn niet idioot veel technische beperkingen tegengekomen. Een ding wat ons zelf pas op dag 4 opviel, maar wat eigenlijk best wel bijzonder is, is dat we helemaal geen last hadden van wat je noemt vendor lock-in. We gebruikten linked data, dus we gebruikten allemaal de linked data standaarden, maar iedereen gebruikte gewoon zijn eigen tools die hij het leukste vond. En daar hebben we nooit geen enkel probleem mee gehad. Dat gaat echt helemaal goed. Die tools ondersteunen dus ook de standaarden heel goed. Daarnaast is de ondersteuning van geolinked data, dus specifiek ruimtelijke data, sterk verbeterd. Als je een paar jaar geleden dat vroeg aan mensen die ermee werken, dan zeiden ze ja, die performance valt me wel tegen. Ja, die geolinked data standaarden die worden eigenlijk nog niet zo goed ondersteund. Nou, dat is nu allemaal wel goed geregeld. Je ziet ook een overgang van al academische triple stores naar echte commerciële, serieuze software die je daarvoor kunt kopen en die gewoon zijn werk goed doet. Dus dat is heel mooi. En als laatste, ja, die samenhang, die werkt echt. Hè? Ik wil nog één keer benadrukken. Je zag twee mensen, Bart en... niet Bert, Rob. Rob. Vergeet het nu nooit meer. De roem erop. Door dat link browsertje heen klikken. Hè. Dat was niet gefaked. Die data die staat echt op verschillende plekken. En je kan in zo'n tool er doorheen browsen zonder dat je die grenzen tussen die datasets op wat voor manier dan ook ziet. Ja, je kunt het zien als je goed kijkt van oh ja, dit itemje komt daar vandaan en dat itemje komt daar vandaan. Maar die tool die heeft daar geen last meer van. Dus die samenhang die werkt. Dat is op deze manier echt te realiseren. En we hebben dat niet in de demonstrator aan bod laten komen. Maar dat werkt ook als je gesloten en open data aan elkaar zou willen koppelen. Dan kan die tool ook gewoon zien van, oh ja, deze informatie, daar mag niet iedereen zomaar bij. Dus nu moet ik even om een wachtwoord gaan vragen. En dan wordt dat gewoon geregeld. Dus je kunt dit ook in een heel saai document nalezen als je dat wilt. Het staat er allemaal keurig in.
Dus veel plezier ermee, zou ik zeggen.